hele goede morgen of goedenavond alweer. Ik heb een tijdje niet gevlogd. Ik dacht, ik pak mijn camera er even bij. En toen heb ik hem meegenomen. Nu zie ik het batterij bijna leeg is. Dus ik ga zoveel mogelijk voor jullie vloggen nu ik het nog kan. Ja, jullie kijken een beetje naar het nieuwe look. Ik moet even een beetje uitleggen wat ik heb gedaan met mijn haren. Ik heb voor het eerst weave in mijn haar. Dat wil zeggen dat ik dus mijn haar helemaal heb laten vlechten. En dit zijn extensions en die zijn dus in mijn eigen haar ingenaaid. En dit is het resultaat. Ik ben er echt heel blij mee. Je ziet nog wel een beetje van mijn haar, namelijk de voorste plukjes. Dat is wel mijn haar. En dat is zodat het een beetje natuurlijk overloopt met de rest van de extensions. En ik ben er heel blij mee. Ik heb echt een heel andere look. En ja, het bevalt me wel. Het blijft ongeveer 6 tot 8 weken. Dus ik ben benieuwd hoe lang ik het vol ga houden. Toevallig morgen een afspraak om het allemaal lekker te laten wassen en weer te gaan feunen. En ja, dan kunnen we weer even tegenaan. Ik ben dus nu bij een Thais restaurant in Zoetermeer. En ik heb afgesproken met Esmee na een heel lange tijd. Ik heb eindelijk die box meegenomen die ik voor haar had besteld na haar bevalling. En ik had dat daarna nog steeds niet gezien. Ik heb haar één keer gezien na de bevalling, want toen had ik de box nog niet binnen. En nu kan ik hem eindelijk geven. Dus we hebben lekker afgesproken. Ik ben even aan het wachten. En dan gaan we zo lekker Thais eten. We gaan hier eten. Eindelijk thuis. Best wel aan de late kant. Nesim is alweer thuis. Hij gaat nu slapen. Hij had best wel laat opnames. Ik probeerde dus elke keer in de auto wat te vertellen. Mijn camera viel elke keer uit omdat ik dus geen batterij meer had. Ik heb hem dus opgeladen. Maar wat ik wou zeggen is dat ik vandaag even geen auto had. Want Nesim had per ongeluk mijn autosleutel meegenomen. Dus ik had even een leenauto. Alleen dat was dus een schakelbak. En ik rij al zo'n 6, 7 jaar in een automaat. En daarvoor reed ik eigenlijk altijd heel erg slecht. Dus ik heb echt heel goed leren rijden in een automaat. Dus ik heb het echt gevoeld vandaag. Ik heb nu echt het gevoel alsof ik dus helemaal niet kan rijden zonder automaat. Ik had echt zoveel stress. Mijn auto viel uit. Het ging niet goed op de snelweg. Mijn auto maakte geluid. Dus ik kreeg er echt enorm veel stress van. Dus toen Nesim terugkwam, hebben we de auto gelijk even ingeleverd. En nu heb ik weer mijn eigen auto. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb even een gehaald voor deze avond. Popcorn. Nesim is echt heel moe. Ik ga even naar bed. Ik ga lekker popcorn eten en even naar doel kijken. Trouwens, als jullie deze bank zien, denken van, is jouw bank binnen? Nee, dat is nog een IKEA bank. Dit is eigenlijk een bank die op de zolder komt voor de mancave van Nesim. Maar aangezien onze leeftijd van onze bank is echt heel erg lang duurde, hebben we deze even tijdelijk. Maar ik heb wel goed nieuws, want deze week komt onze nieuwe bank binnen. En ik ben echt heel erg benieuwd daarna. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar wat al wel binnen is, is de artwork. Ik vind het echt zo mooi. Ik had deze dus letterlijk 10 weken geleden besteld. En hij is deze week binnengekomen. Echt, hij is prachtig. Ik ben er zo verliefd op. Ik heb hier dus echt letterlijk 10 weken op moeten wachten. Maar het was het wachten echt waard. Ik laat jullie nog even morgen zien hoe die overdag eruit ziet. Dat is veel beter. Een hele goede morgen. Ik sta alweer in de auto. Ik ben bijna in Almere. En ik lekker mijn haren wassen. Ik heb koffers mee, want ik ben vandaag de hele dag op pad. En ik neem jullie mee. Ik ben trouwens de hele tijd naar Tattoo aan het luisteren in de auto. Ik weet niet of jullie deze groep nog kennen. Van, even kijken of ik het liedje nu kan vinden. Deze. Ik ben opeens weer helemaal obsessed met ze. Ik draai heel veel muziek. Dus ja, dat heb ik eigenlijk echt letterlijk een uurtje gedaan. En ze hebben best wel heftige muziek en ik heb geen kop bij. Inmiddels is mijn haar gedaan, zoals jullie kunnen zien. Heel blij mee. Ik leg even mijn camera hier, want dan kan ik goed praten terwijl ik aan het filmen ben. Ik heb even onderweg even een ontbijtje gescoord. Letterlijk een kroket, want ik kon echt niks vinden. Anders moest ik een broodje of zo, dan had ik niet zoveel zin in. En ik heb even een cappuccino onderweg gehaald.
Ik heb voor de opnames ook even een blazer mee, want dat vind ik persoonlijk heel erg fijn. Omdat ik er niet echt op hoef op te letten of er, dat ik inkijk heb, als ik een beetje verkeerd beweeg of wat dan ook, ik gewoon lekker een blazertje eroverheen heb. En omdat ik dan toch een Apeldoorn ben, ga ik gewoon gelijk richting Twente, zoals ik al had gezegd. Nou, ik zie eruit. Ik ga me even een beetje opfrissen, guys, want de hele dag een beetje aan het rijden. Ik denk dat ik tot nu toe al iets van 3,5 uur heb gereden. Dat is niet normaal. Ik ga me eventjes opfrissen. Een beetje afpoederen. Hoi. Hoi. Het was een depressieve hoi, man. Hoi. Hoi. Heb ik jullie trouwens mijn nagels al laten zien? Ik ben dus dit keer gegaan voor Swirl Nails. En ik ben er zo blij mee. Guys, ik zit de laatste tijd weer een beetje te denken aan een heel klein beetje lipfillers. Maar ik krijg er altijd spijt van daarna. Maar elke keer als het zeg maar helemaal uitwerkt en dat zie je als ik lach. Dat mijn bovenlip weggaat, vind ik echt niet zo mooi. En dat was de reden waarom ik het heb gedaan. En nu wil ik het eigenlijk weer doen. En elke keer zeg ik, ik ga het niet meer doen. Ik heb net nieuwe slippers gekocht. Die Tommy's. Nee. Dichte slippers gekocht, wat je ook onder een jurkje aan. Waar heb je het gekocht dan? Nee, die. Dit is Kylie op mijn lippen nu. Nou, that's it, guys. Mooi hoor. Wat? Mijn blush of mijn haren? Nee, je haren. Ja? Ik ben er ook heel blij mee. Moet ik nog steeds soms aan wennen als ik naar mezelf kijk. Ken je dat? Mm. Als je switcht van je haarkapsel. Oh ja, voelt wel goed. Ja? Ik wist wel dat jij het mooi zou vinden. Het is eigenlijk dezelfde kleur als mijn eigen haar, want dit is dus mijn eigen haar, hè? Die voorkant. Ja, dat doen ze expres zodat het heel mooi zeg maar, met elkaar matcht. Ik wist dat eerlijk gezegd niet. Ik dacht dat ze al mijn haren zouden pakken. Ik ben net klaar met de opnames met Malika. Het was echt heel leuk. En toen heeft ze ons dit restaurant aangeraden. Want ik vroeg haar waar moeten we in Apeldoorn eten. En toen zei ze jullie hierheen. Guys, onderweg naar huis. Kijk, het heeft even geregend. En dit is mijn eigen haar. Je ziet het gelijk. Ik moet echt stoppen om over haar te praten. Want ik ben echt obsessed. Ik ben onderweg naar huis. Het begint nu te regenen. Ik ben nog even een uurtje onderweg. Ik heb letterlijk de hele dag in de auto gezeten. Ik ben er helemaal klaar mee. Mijn kont, pijn, alles. Ik heb een heel leuke en productieve dag gehad. Dus dat scheelt. Ik heb ook even lopen zoeten. Ik heb echt drie heel mooie foto's gemaakt, gelukkig. Ik ben nu echt tegenwoordig best wel veel actief op Instagram. Als in ik plaats dagelijks foto's. En dat is gewoon omdat ik het oprecht ben en omdat ik het heel erg leuk vind. Ik heb heel leuke samenwerking en opkomst. Wat ik heel graag met jullie wil delen. Ook wat grotere projecten. Dus echt langdurige samenwerkingen waar ik echt heel blij mee ben. En ja, gewoon heel veel mooie dingen op mijn pad gekomen. Ik heb het nog niet verteld natuurlijk. Maar ik heb sinds kort, ik denk sinds een maandje of zo, nieuwe management. Ik ben weggegaan met mijn oude management. Gewoon omdat ik het eigenlijk wel gewoon een beetje tijd vond om een beetje een andere richting op te gaan. Ik leg het even zo neer. Maar wat echt mooi was, of ja, mooi. Voor mij was het heel mooi. Dat ik eigenlijk had besloten om bij mijn oude management weg te gaan. En dat ik gewoon letterlijk dezelfde week gewoon twee nieuwe gesprekken had met mogelijke opties, zeg maar. Als nieuw management. Want ik daar dus echt helemaal niet achteraan ben gegaan. Het echt letterlijk, echt zonder grap op mijn pad is gekomen die week. Hoe bijzonder is dat? Uiteindelijk heb ik op die manier
voor een nieuw management gekozen. En het is eigenlijk gewoon letterlijk zonder grap op mijn pad gekomen. Ja, en eigenlijk voelt het voor mij ook echt weer als een nieuw begin op mijn kanalen. En ik heb bepaalde dingen die ik echt heel graag wil bereiken. Ik had heel lang nog niet echt het idee of zo wat ik eigenlijk precies wou. Dus ik deed dan wel social media, maar ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik uiteindelijk wou doen hierna. Wat is mijn uiteindelijke doel en zo. En dat weet ik nu wel, dus daar kunnen we heel mooi naartoe werken. En ik heb daar echt een heel goede management bij en ik heb daar heel goed gevoel bij. Nou, laat maar zien wat je hebt gekookt. We zijn thuis hoor jongens. Deze heeft gewoon gekookt. Oh, what is this? Dit is chili con carne. Oh, toen? Heb jij er ook kikkererwten in gedaan? Oh nee, het zijn echt? Nee, kikkererwten, witte bonen, kidneybonen, ui, rode paprika, knoflook en I love it. I love it. Ziet er goed uit, hè? Ziet er heel goed uit. Van jou lekker. Geleerd, hè, Brianna? Chili con carne met kikkererwten van mij geleerd. Ik maak het nooit zo. Nee, ik dacht ik diep van alle bonen erin die ik heb. Ja, dat is wel waar. Lekker veel proteïne. Ik ben thuis, zoals jullie zien. En om eerlijk te zijn, ben ik kapot. Om eerlijk te zijn, is Nessie ook helemaal kapot. Hij heeft heel dag opnames gehad. Wij zien elkaar ook echt bijna niet de laatste 3 dagen. Morgen weer niet. Ben ik weer weg, ben je ook weer weg. Morgen is een lange dag. Dus, ben je wat vloggen dan? Ja, ik ben een soort van aan het vloggen. Een weekvlog aan het maken, dus ik hoef niet te... What's up, bitches? Lang geleden.